Een aantal sluizen in het district Nikeri zullen binnenkort worden gerehabiliteerd. Landbouwminister Pralat Seodin zei eerder deze week aan journalisten dat ook gekeken zal worden naar aanpak van andere infrastructuur. Nee, en deze projecten die vallen binnen het kader van het project rehabilitatie van het hele waterhuishouden van Nikeri, gefinancierd door de IDB. Het project liep heel vertraagd, maar we beginnen nu vaart achter te zetten. En als het gaat om het waterschap Wassima en Clara, dan is het zo dat de inschrijving reeds geweest is. De toewijzing heeft al plaatsgevonden. En in deze dagen moet een startzin gegeven worden voor de operatie van inderdaad die sluizen. En, maar ook de wegen zullen aangepakt worden. In totaal over heel Nikeri praat je over meer dan 100 kilometer aan wegen. Seodin geeft verder aan dat veel wegen bezand zullen worden, terwijl andere zullen worden voorzien van een harder materiaal. De minister meent dat de reparatie van de sluizen geen impact zal hebben op de watertoevoer naar landbouwers in het bestuursgebied.